Kerstvers is het introductiefeest voor de HVA-studenten. Dat doen we in samenwerking met de HVA. En dit jaar hebben we ook Apelkooi opgezocht, een organisatie die feest organiseert. Een aantal DJ's komen vanavond draaien. Valerio, grote naam. En omdat je op het HBO, het HBO ga je natuurlijk doen na je HAVO, eventueel na je HAVO. En veel studenten zijn er nog 17. En we verwachten dat er ongeveer 5000 mensen komen, waarvan misschien wel mogelijk 75% onder de 18 is. Nou, het is voor ons heel belangrijk dat mensen onder de 18 niet drinken. Daarom geven we iedereen boven de 18 een bandje, zodat wij duidelijk kunnen zien wie er wel en niet onder de 18 is. Dus iedereen boven de 18 kan wel een drankje halen met alcohol. En iedereen onder de 18 kan hier in het rookhok achter mij of een rookworst halen of een rookshotje zonder alcohol. Ik zie dat jij nog geen bandje hebt, dus je bent nog geen 18. Wat vind je ervan? Stom. Ja, ik vind het wel jammer, maar ja, niet heel erg hoor. Zo is het ook gezellig. Dus. Vind je het wel goed dat mensen wachten totdat ze 18 zijn met drinken en roken? Ja, het is wel beter voor later natuurlijk, maar heel veel denken er nu ook niet bij na eigenlijk. Ik ook niet, maar ja. We zijn hier bij de intreeweek van Kerstvers. Ja. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, ik vind het heel leuk dat ze iets organiseren, aangezien er hier ook geen introweek is in Amsterdam zelf. Dat ze dus wel dan hier iets organiseren. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk. Vind je het goed dat je nog heel even wacht totdat je begint met drinken? Ja, dat vind ik zeker wel zo. Ik denk wel dat het is dat toen het 16 was, dat zeg maar vanaf 14 je ongeveer af en toe misschien ging drinken of 15. En nu het 18 is, misschien vanaf je 16e of 17e. Het klinkt misschien een beetje braaf. Ik ben zelf geen groot gebruiker van alcohol en tabak. Maar ik denk hoor je ook steeds vaker, dat we naar een cultuuromslag moeten gaan. Dat het voorheen heel normaal werd gevonden om vanaf je 16e flink te gaan drinken. Maar dat het minder gezond is dan algemeen wordt aangenomen. Dat vind ik persoonlijk, want ik bedoel, ik heb ook vrienden van me die dan ook 16 waren toen ze dronken. Of wel iets jonger zelfs. Maar... Nou ja, en die begonnen meteen helemaal los te gaan en zo. En als je 18 bent, dan kan je toch wat verantwoordelijkheid, nog extra. Dat je toch misschien wat beter weet wat je nou eigenlijk doet. Eigenlijk is het dan wel beter om nog even te wachten voordat je begint met drinken. Ja, ik denk het wel. We hebben hierachter een rookhok van niks. En dan kun je dus een gratis rookworst en rookshotjes krijgen als je nog geen 18 bent. Wat vind je van het idee? Ja, leuk initiatief. Ja, ik heb het wel leuk gevonden.